ik kwam in Nederland toen ik 16 jaar was en ik heb HAVO gedaan en heb ik HBO rechten gedaan en nu ben ik bezig met mijn laatste jaar universiteit, master. Je bent naar Nederland gekomen als Amma. Kan je daar wat meer over vertellen, wat er gebeurd is? Ik kom uit Rwanda en in 1994 is de oorlog geweest in Rwanda. En ik heb ook familie verloren. En na de oorlog, mijn vader ook, die zat wel in Rwanda, maar die kon toen niet voor mij zorgen. En toen op mijn 16 ben ik via Rode Kruis, hulp van iemand van de Rode Kruis, ben ik in Nederland gekomen. Dus als minderjarig asielzoeker. Toen ben ik in een asielzoekerscentrum gaan wonen. Opvangcentrum, OC Opvangcentrum. En daar heb ik een paar maanden gewoond. En daarna ben ik in een klein huisje met andere meisjes gaan wonen. Met een begeleiding van een voogd, een mentor. Mijn moeder is heel lang geleden, toen was ik denk ik 6 of 7 jaar. Toen is zij overleden. Maar tot 94 vond ik nog met mijn zussen en broertje. En je weet niet wat er met ze gebeurd is tijdens de oorlog? Nee. Ik hoorde van sommige mensen, die leven nog. En anderen, toch niet. Maar omdat mijn vader, toen ik hier kwam, mijn vader nog in Rwanda was. Was ik eigenlijk altijd bezig met mijn vader. Dus ik weet er niet veel over. Hoe is dat voor jou geweest om hier naartoe te komen, in je eentje, alleen. Wat voelde je toen? Ja, ik had in Rwanda zo moeilijk dat het voor mij een andere plek hoe dan ook beter zou zijn. Dus toen ik hier kwam, ik was 16, maar ik was toch wel in de zin een beetje volwassen. Want ik had er toch al een tijd voor mezelf gezorgd. En hier komen, het is een ander land, andere mensen. Het was heel moeilijk. En ook alleen. Mm-hmm. Maar toch... Ja, ik heb toen ook goede mensen om me heen gehad, dat het toch wel goed ging. Heb je ook de gruweldaden die tijdens de genocide gebeurd zijn, heb je die ook letterlijk gezien? Heb je ze meegemaakt, gezien? Ja, ik heb het meegemaakt. Ja. En wat heeft dat toen met jou gedaan? Toen denk ik weinig, maar dan later wel, dat je dan gewoon beseft wat er dan is gebeurd. Maar het is, voor mij denk ik altijd, het is een verleden, dat hoort bij mijn verleden. Ik kan het ook gewoon niet weghalen of zo. Maar dat bepaalt mijn toekomst niet. Toen je in Nederland kwam, toen was je 16, kreeg je psychologische hulp. Ik heb heel veel hulp gehad van psycholoog of psychiater, zoals ze dat noemen. En ook gewoon gelukkig heb ik ook toen mijn pleegfamilie leren kennen. Nederlandse familie met 2 kinderen. En die hebben mij echt gewoon geholpen. Want ik kreeg meteen een warme plek waar ik dan altijd kon zijn. En dat heeft wel een belangrijke rol gespeeld. Ja. Dit ben jij. Dit ben ik en dit is mijn zusje en dit is mijn broertje. We bellen heel vaak en ik ga gewoon nog steeds weekendjes daar blijven. En alle feestjes ben ik bij. Met Sinterklaas, met kerst, met verjaardagen. Ja, ik heb geen woorden voor om te zeggen hoe blij ik ben met mijn familie. Ja. Ik heb het in Rwanda laten doen. En 4 mensen hebben 6 uur erover gedaan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar nu het is echt minuscule dun. Het zijn volgens mij 3 haren bij elkaar. Ja, en het verschrikkelijk hoe ik dit al uit krijg, weet ik niet. Ja. Toen ik hier kwam, ik wist het gewoon. Ik wil iets bereiken. En dat kan alleen als je een opleiding hebt. Dus ik ben heel snel de taal gaan leren. En voor mij was het gewoon van, hoe kan ik gewoon beter krijgen hier? Je studie, je hebt je baan, je hebt je pleegfamilie. Heb je soms last dat het verleden opeens om de hoek komt kijken? Ja, zeker. Soms zijn wel bepaalde dingen die je dan meemaakt en dan denk je, dat komt door dat de oorlog of als ik dan niet hier was, dan was het anders geweest. Of als geen oorlog was geweest, was het ook anders geweest. Dus zoals ik het zei, het blijft gewoon een deel van mijn leven. Ja. En dat komt wel terug. Maar het is niet zo dat ik daar gewoon iedere dag, dat mijn leven hier bepaalt.
In welke taal droom je nu? Ja, dat hangt vanaf. Als ik bijvoorbeeld over dingen hier, over mijn werk droom, dan is het echt gewoon in het Nederlands. Maar bijvoorbeeld, want ik heb ook een vriendin uit Rwanda en ik spreek ook gewoon onze taal samen. Als ik dan dingen droom over met haar, dan is het weer in Kinyarwanda. Dus het hangt vanaf. Ja. Ja. Grappig. Ja.